Welkom bij deze introductie van Snapseed. Snapseed is een app voor op je telefoon of in dit geval op mijn iPad, beschikbaar voor zowel Apple als voor Android. En met Snapseed kun je foto's bewerken. En ik ga een serie van filmpjes maken en dit is daarvan de eerste. En dit is een hele korte introductie in hoe Snapseed werkt. De Snapseed-app, je tikt er gewoon op en dan opent hij hem. En je kunt ergens gewoon tappen om een foto te openen. En dat doe ik dan ook maar, en dan krijg je je foto's te zien. Nou, je kunt daar gewoon van links naar rechts doorheen swipen om de foto's te zien. Je kunt eventueel ook gewoon op camera drukken om een nieuwe foto te maken. En ik open gewoon even een willekeurige foto door erop te klikken. Ik zal de interface van Snapseed even met je doorlopen. En een van de eerste dingen die opvalt, dat zijn allemaal presets hier aan de rechterkant. En als je daarop klikt, dan worden er gewoon verschillende bewerkingen op je foto gedaan. En dat heeft dan meteen effect. Je kunt daar van boven naar beneden ook nog gewoon doorheen swipen. En je kunt zo bepaalde dingen uitzoeken. Denk je nou van: ja, bijvoorbeeld deze is goed. Hier ben ik tevreden mee. Dan kun je daar op het vinkje klikken. Ik wil dat allemaal gewoon een beetje handmatig doen. Dus ik annuleer dit en ik druk op het kruisje. Zit je nu niet te wachten op deze presets, dan kun je ze ook gewoon heel makkelijk verbergen. Met het boogje hier haal je ze weg. Of als je er nog een keer op hebt, dan laat je ze zien. Andere dingen in de interface, dat is de informatieknop hierboven. Dan krijg je wat informatie over uh, je eigen foto. Hij is dus gewoon op maandag 10 juni gemaakt met de iPad. Diafragma 2,4 en een brandprint van 3,3 mm. Nou, ik heb daar zelf niet zoveel invloed op bij mijn iPad. Het is gewoon dat ding naar voren houden en op de fotoknop drukken om de foto te maken. Daarnaast heb je de drie bolletjes zitten waarmee je eventueel een menu op kan roepen om nog wat hulp te krijgen. Of om de instellingen van Snapseed door te nemen. Nou, op zich zijn die niet zo heel uitgebreid. Dus ik tap even gewoon op een willekeurig gedeelte om dit weer te sluiten. En je hebt daarbovenin nog dit stapeltje van lagen met een undo-pijltje. En dat is op zich wel interessant. Daarmee kun je dus gewoon even kijken wat je daarvoor had en uh, hoe het nu is. Daar ga ik dadelijk nog even op terugkomen. Een van de belangrijkste dingen dat is hier dat potloodje. Als je daarop tapt, dan krijg je gewoon alle opties te zien die Snapseed rijk is. En gaandeweg in deze serie zullen we er daar een hoop van bespreken. Je kunt daar ook gewoon lekker mee experimenteren als je wil. Ik ga er gewoon eentje aanklikken en dat is hierboven afstellen. En daarmee ga ik uitleggen hoe een filter ongeveer werkt, want ze werken ongeveer allemaal vrijwel hetzelfde. Met het filter afstellen heb je verschillende opties, zoals helderheid, contrast, verzadiging. En daar ga ik je dadelijk even wat van laten zien. Je hebt ook automatisch aanpassen. Nou, druk je daarop, prima, dan gaat hij aan de slag. En dan denk je van, ja, oké, okay, het zal wel. Maar we willen graag iets meer controleren. Je hebt hier het woordje aanpassen staan. Je zou daarop kunnen klikken. En dan krijg je de opties voor je neus die je hebt. Nou, bij automatisch heeft hij dus de helderheid met 7 verminderd, het contrast met 1 en de warmte een klein beetje eraf gehaald met min -1. Maar dat wil ik dus gewoon handmatig gaan doen. De menu's in SnapSeed zitten eigenlijk heel makkelijk in elkaar. Als je je vinger op het scherm houdt en naar boven en beneden schuift, dan kun je kiezen uit de opties. En als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik pak de optie hooglichten, dan laat ik mijn vinger los. En dan zie ik hierboven dat ik in hooglichten zit. En momenteel staat die op 0. Ik kan nu gewoon heel eenvoudig naar links en naar rechts schuiven. Om de hooglichten te veranderen. En je ziet hierboven het getal veranderen. Maar je ziet ook helemaal over de bovenstellen van je scherm. Een blauwe balk die ongeveer ook een indicatie geeft. Wat je aan het doen bent. Nou, ik schuif de hooglichten even naar min 81. En door met mijn vinger van boven naar beneden te schuiven. Ga ik terug naar bijvoorbeeld de helderheid. Die ik nog wat verder omlaag schuif. En ik zoek ook de schaduwen erbij. Die ik een klein beetje meer open. Nou, ik wil het contrast nog wat harder hebben. En ik wil er meer warmte in hebben. Zeg dat dit bijvoorbeeld de bewerkingen zijn die ik heb gedaan. Heel eenvoudig kun je dit gewoon bevestigen door hier op het vinkje te klikken. Of aan de andere kant op het kruisje als je dit toch niet wil. Ik tap op het vinkje. En mijn foto heeft dit dus gewoon als resultaat. Ik vertelde daar straks ook dat je hierboven dat lage icoontje hebt met dat undo-pijltje. En laat ik daar even zien hoe je dus gewoon je bewerkingen kunt bekijken die je allemaal hebt gedaan. Dat vind je hier bij bewerkingen bekijken. En de foto wordt dan zeg maar in een soort nieuw venster geopend. En je hebt daar gewoon de stappen staan die je hebt gedaan. Als ik bijvoorbeeld terug ga naar het origineel, dan was dit mijn oorspronkelijke foto. En klik ik dan op het filter afstellen, dan is dit het resultaat wat na het gebruik van dat filter was. Om terug te gaan klik je hierboven op het pijltje. Dat is in deze foto wat lastig te zien. Als ik bijvoorbeeld de foto even een klein beetje kleiner maak, dan zie je dat dat pijltje er daadwerkelijk echt wel staat. Nou, als je daarop klikt, kom je dus gewoon weer in je eigen resultaat terecht. Als deze foto nou naar mijn tevredenheid is, dan kan ik hem dus exporteren. Ik moet hem ook gaan opslaan. En dat doe je hier met dit icoontje. Als je daarop klikt krijg je verschillende opties. Je hebt bijvoorbeeld een optie waarmee je hem meteen zou kunnen delen op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Je kunt ervoor kiezen om de foto op te slaan. Dan wordt je huidige foto overschreven. Maar je kunt later altijd nog je wijzigingen aanpassen. Je kunt ook een kopie opslaan met die wijzigingen. En dat je altijd nog terug kunt naar die wijzigingen. Of je kunt gewoon zeggen van nou het is helemaal prima. Ik klik gewoon op exporteren. En als je dat doet, dan wordt het filter toegepast en krijg je de beeldenis onderin geëxporteerd. Als ik dan terug ga naar mijn fotooverzicht, dan zie je dat ik daar zes foto's in heb staan. En je ziet ook de twee foto's van die boomstronk. Dit was bijvoorbeeld mijn origineel. En daarnaast staat er dus een kopie van de bewerking in Snapseed. En vervolgens zou ik hier nog verder mee aan de slag kunnen door hem weer te delen in een andere map. Bijvoorbeeld op je Google Drive, dat je hem naar je computer haalt. Of dat je, hem, of dat je bijvoorbeeld dit exemplaar plaatst op je Facebook, Instagram of waar jij het wilt delen. Tot zover even deze film over de introductie van Snapseed. Er komt de komende tijd nog veel meer over dit handige programma. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.